Gemeente, we openen het woord van de Heere en wel in Matteüs 10. En ik lees de vers 1 tot 33. Matteüs 10, de vers 1 tot 33. We lezen daar hoe de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt en we gaan dan verder waar we de vorige keer gebleven zijn. Dus vanaf vers 16 tot 33 staan we vanmorgen bij stil. We lezen Matteüs 10 vanaf vers 1. En hij, de Heer Jezus, riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven. En om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas zijn broer. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer. Filippus en Bartholomeus. Thomas en Matthäus, de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus. En Lebeus, die ook Thaddeus genoemd werd. Simon Kanaanitis en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit. En hij gebood hen: u zult u niet op de weg naar de heidenen begeven. En u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, preek dan: het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt voor niets ontvangen. Geef het voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver, of van koper geld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, of twee stel kleren of sandalen, of een staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is. En blijf daar, totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als het huis het waard is, laat dan uw vrede daarover komen. Maar als het niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad. Dan het gedeelte waar we vanmorgen over nadenken. Een vervolg van de uitzending van de discipelen om het evangelie te verkondigen. Zie, ik zend u als schapen te midden van wolven. Wees dus bedachtzaam als slangen en oprecht als duiven. Wees op uw hoede voor de mensen. Want ze zullen u overleveren aan de raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. U zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. En wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden, wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader zijn kind. En de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. U zult door allen gehaat worden, omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere stad. Want voorwaar, ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des Mensen gekomen is. Een discipel staat niet boven de meester, en een slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel, dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis Beelzebub genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten? Wees dus niet bevreesd voor hen. Want er zal niets bedekt zijn wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, preek dat op de daken. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen, buiten uw vader om.
En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Tot zover. Wie Jezus volgt kan op weerstand, op lijden rekenen. Dat is thema boven de preek. Het is een gedeelte van onderwijs van de Heer Jezus over wat het betekent om te doen wat hij zegt, namelijk erop uit te trekken. Omdat het onderwijs van de Heer Jezus best veelzijdig is, wil ik in deze dienst maar gewoon vers voor vers langslopen wat hij zegt en daarover nadenken met elkaar. Dus als thema boven de preek, wie Jezus volgt kan op weerstand rekenen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Veel mensen in de kerk vinden dat een van de mooiste teksten die er in de Bijbel staat. Jij vanmorgen misschien ook wel. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Wat is dat mooi, wat is dat troostvol als je dat hebt. De Heere, je herder, die je leidt, die je de weg wijst, die met je meegaat, die voor je zorgt, die bij je is. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Jij als schaap en hij als herder. Nou, in het gedeelte waar we het vanmorgen over hebben, gebruikt de Heer Jezus ook het beeld van schapen. Want als de Heer Jezus zijn discipelen erop uitzendt om het evangelie te gaan verkondigen, dan zegt hij in vers 16, zie ik zend u als schapen te midden van wolven. En ik denk dat iedereen wel aanvoelt wat de Heer Jezus hier zeggen wil. Een schaap die omringd wordt door wolven, die begint niet. Die is weerloos. Zo zegt de Heer Jezus, zo is het als je doet wat ik je gebied. Als jij anderen gaat vertellen over mij, dan ga je als schapen een groep wolven tegemoet. Dan zoek je mensen op die daar helemaal niet op zitten te wachten. Het kan zomaar zijn dat mensen lelijk reageren. Dat ze vijandig zijn. Zie, zegt de Heer Jezus, let daarop. Wees niet zo naïef om te denken dat als je de boodschap over mij maar goed verpakt, dat de mensen hem dan aantrekkelijk gaan vinden. En dat ze blij zullen zijn als je over mij vertelt. Want de boodschap die je brengt over mij, die is aanstootgevend. Dat roept weerstand, negatieve reacties op. De mensen zitten niet te wachten op iemand die hen komt vertellen dat hoe zij het doen verkeerd is. En dat ze anders moeten gaan leven. En dat ze de Heer Jezus nodig hebben. Nee, zegt de Heer Jezus, als je doet waartoe ik je zend, als je anderen over mij gaat vertellen, hou er dan rekening mee dat je weerstand ontmoeten zult. Denk daarom goed na over hoe je dat aanpakt. Wees daarom, zo vervolgt de Heer Jezus in vers 16, wees daarom bedachtzaam als de slangen. En wij associëren een slang vaak met een sluw, met een gevaarlijk dier. Als je in onze cultuur tegen iemand zegt, jij bent echt een slang. Nou, dat is dan geen compliment, maar een grove belediging. En dan zeg je dat iemand onbetrouwbaar is, dat hij gemeen en achterbaks is, sluw als een slang. Maar in de tijd van de Heer Jezus was dat anders. In die tijd werd de slang gezien als een wijs, als een bedachtzaam dier. En een slang die is kwetsbaar. Je kunt zomaar ongemerkt op de kop van een slang trappen die in het gras ligt en dan is die slang dood. Daarom moet de slang op zijn hoede zijn. Daarom moet de slang voortdurend opletten, voortdurend anticiperen op wat er in zijn omgeving gebeuren kan. Zijn leven hangt daarvan af. En daarom werd in de tijd van de Heer Jezus de slang gezien als beeld van wijsheid, van bedachtzaamheid. Als goed voorbereid zijn. Nou zegt de Heer Jezus, wees zo. Als je het gesprek over mij aangaat, als je mensen over mij gaat vertellen, wees dan bedachtzaam, wees dan goed voorbereid. Wees dan wijs in de manier waarop je dat doet. Wees voorbereid om anderen te vertellen over mij. Nou, ben jij dat?
Ben jij voorbereid om anderen te vertellen over hem? En wanneer heb jij voor het laatst zitten nadenken over hoe jij de mensen met wie je regelmatig contact hebt kunt vertellen over de Heer Jezus? Dat je zo zat te denken bij jezelf. Wie kan ik over de Heer Jezus vertellen? En hoe pak ik dan dat dan het beste aan? En hoe moet ik beginnen? En als ze er niet op zitten te wachten, hoe breng ik dan op zo'n manier dat ze toch luisteren? En als ik dat gesprek dan voel, wat wil ik dan in ieder geval gezegd hebben? Waar moet het gesprek vooral over gaan? Nou, geef voor jezelf eens antwoord. Wanneer heb je daar nou voor het laatst voor jezelf over na zitten denken? De Heer Jezus die zegt, wees goed voorbereid, wees bedachtzaam, wees doordacht in het vertellen van anderen over mij. En juist als je weet dat mensen niet op die boodschap zitten te wachten, is het belangrijk dat je daar goed over nagedacht hebt, over hoe je dat gaat doen. En als je daar dan over gaat nadenken, denk dan vooral na over wat het doel is. Het doel waarmee je anderen gaat vertellen over mij. Want wat is het doel waarmee wij anderen vertellen over de Heer Jezus? Als het goed is, is dat heel simpel. Je vertelt mensen over wie de Heer Jezus is, zodat mensen de Heer Jezus nodig gaan krijgen. Zodat ze naar de Heer Jezus toe zouden gaan. En in hem zouden gaan vertrouwen. Dat is waarom je mensen vertelt over de Heer Jezus. Om hen tot Jezus te leiden. Als dat je doel is, dan moet je je daar ook vooral op richten. Kijk, je kunt iemand erop aanspreken als hij op zondag zijn auto staat te wassen. En daarmee de rustdag niet houdt. En je kunt mensen die denken dat Halloween een onschuldig kinderfeest is, gaan vertellen dat het slecht is, dat het van de duivel is. En je kunt een discussie gaan voeren over abortus en euthanasie en over wat de Bijbel zegt over LHBTI-vragen en over scheiden en over... Maar breng je mensen daarmee tot Jezus? Vertel je ze daarmee wie de Heer Jezus is? En waarom ze de Heer Jezus nodig hebben. Natuurlijk, ook als je er niet zelf over begint, dan kunnen anderen er nog steeds over beginnen. En dan hoeven we er ook helemaal niet geheimzinnig over te doen. En dan kunnen we gewoon eerlijk zeggen wat de Bijbel over zo'n onderwerp zegt. Maar laten we wel voor ogen houden dat het niet het doel is om het daarover te hebben. En als je zo'n gesprek voert en het komt te sprake, laat dat dan niet het gesprek beheersen. Want ons doel is om het te hebben over Jezus. Wie Hij is. Waarom mensen Hem nodig hebben. Dat is het doel. Maar denk eens even terug aan de gesprekken die je gehad hebt met niet-christelijke mensen. Waar heb je het dan met hen over gehad? Heb je het gehad over de Heer Jezus? Heb je het verteld aan hen waarom ze naar de Heer Jezus toe moeten gaan? Of gingen die gesprekken alleen over bijzaken? De Heer Jezus, hij roept ons vanmorgen op, wees voorbereid. Wees wijs en bedachtzaam in je getuigen over mij. Maar de Heer Jezus zegt er wel iets bij. Die bedachtzaamheid die wij moeten hebben, als anderen vertellen over Jezus, die bedachtzaamheid die mag niet veranderen in oneerlijkheid. Als je de boodschap over mij vertelt, zegt de Heer Jezus, wees dan oprecht, wees dan eerlijk als de duiven. Wees dan puur. En hou er geen dubbele agenda op na. Ga de boodschap van het evangelie niet zo brengen dat de scherpe kantjes eraf zijn. Zodat mensen gaan denken dat ze Jezus kunnen volgen zonder dat het ze wat kost. Wees eerlijk in de boodschap die je brengt. Vertel wie de Heer Jezus is. Vertel waarom mensen hem nodig hebben. En vertel wat het leven met hem inhoudt. Ga er geen mooi gelikt verhaal van maken. Maar vertel gewoon eerlijk wat het evangelie zegt. Nou, als je dat nou doet. Hè, als je zo anderen vertelt over het evangelie. Wat gebeurt er dan? Nou, de Heer Jezus, hij zegt in het volgende vers, vers 17. Wees op uw hoede voor de mensen. Want zij zullen u overleveren aan de raadsvergaderingen. En in hun synagogen zullen zij u geeselen. Dus als jullie erop uittrekken, zegt de Heer Jezus, om overal in Israël over mij te vertellen,
Ja, mijn beste discipelen, dan zitten die mensen in Israël daar helemaal niet op te wachten. In plaats daarvan zullen ze jullie oppakken. Zullen ze jullie overleveren aan de raadsvergaderingen, de Joodse rechtbank. En als een misdadiger zullen jullie door de Joden veroordeeld worden, omdat jullie van mij getuigen. En de synagoge, de plek waar jullie elke sabbat naartoe gaan om mij te dienen, samen met je volksgenoten. In die plek zullen jullie gegijzeld worden. Dat zal schokkend geweest zijn voor de discipelen. Dat juist de mensen die zeggen dat ze God dienen, dat ze met God leven, dat ze Gods volk zijn, dat je die tegen je krijgt. Wat de Heer Jezus hier zegt, dat is ook gebeurd. De eerste eeuwen van het christendom, toen zijn er velen juist door hun Joodse volksgenoten uit de synagoge gezet, gedood. Omdat ze over Jezus verteld hebben. Ook in onze tijd kan deze waarschuwing van de Heer Jezus akelig actueel zijn. Ook in onze tijd stuit de boodschap van de Heer Jezus, juist bij godsdienstige mensen, op veel weerstand. Aan de rechterkant, mensen die alleszins godsdienstig zijn, nauwgezet alle gewoontes, tradities en regels houden. Maar als je begint over persoonlijk geloof in de Heer Jezus, dan willen ze niet meer luisteren. Dan worden ze vijandig. Als je daarover begint, word je net als de discipelen buiten het volk van God gezegd. Hoe jij spreekt over de Heer Jezus. Nee, daarmee laat je zien dat jij niet bij het volk van God hoort. Je wordt er buiten gezet. Dat je spreekt over een persoonlijk geloof in de Heer Jezus. Hier Jezus zegt, wees op je hoede. Juist godsdienstige mensen kunnen heel fel zijn. Als je gaat spreken over mij. Dan moet je niet alleen naar rechts kijken. Maar ook als je naar links kijkt, zie je dat. Kijk, in onze kring hebben we daar weinig oog voor. Als je opgegroeid bent in een reformatorische kerk, dan kan je soms de gedachte hebben dat de meeste kerken in Nederland net zo zijn als onze kerk. Maar heel veel kerken in Nederland zijn heel anders. De grootste meerderheid, daar klinkt vooral een boodschap. God is liefde. Hij houdt van je zoals je bent. God keurt jou niet af, maar aanvaardt je zoals je bent. Van hem hoef je niet te veranderen, want jij bent waardevol in Gods oog, zoals je bent. Wees daarom lief voor elkaar. Accepteer elkaar. Laat elkaar in de waarde. Want dat is wat God doet. Als je in zo'n context gaat spreken over persoonlijk geloof in de Heer Jezus. Als je dan gaat vertellen dat het geloof in hem betekent dat je leven moet veranderen. Dat je dan gaat breken met alles wat de Heer in de Bijbel zonde noemt. Dat je dan niet meer wil leven voor jezelf, maar wil gaan leven voor hem. En dan kijken ze je geschokt aan. De boodschap dat het volgen van Jezus wat kost. De boodschap dat je niet goed bent zoals je bent, maar dat je bekering, verandering nodig hebt. Dat er dingen zijn in je leven die jij fijn vindt, maar die God zonde noemt. En dat je daarmee moet stoppen. Dat is een boodschap die felle reacties oproept. Dat is zo intolerant dat jij dit zegt. Als jij dat zegt, nou dan hoor je niet bij God, want God is liefde. Buiten gezet. Omdat je begint over een persoonlijke relatie. En een persoonlijk leven met de Heer Jezus Christus. Pas op, zegt de Heer Jezus. Weet dat de boodschap van het evangelie op weerstand kan stuiten. Juist van godsdienstige mensen. Maar gaat de Heer Jezus verder. De evangelie stuit niet alleen op weerstand bij godsdienstige mensen. Je krijgt ook de samenleving tegen je. Vers 18. U zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden. Omwille van mij. Tot de getuigenis van hen en de heidenen. Dus niet alleen word je uit de synagoge gezet. Als iemand die niet bij het volk van Israël hoort, het volk van God. Maar ook in de samenleving worden buiten gezet. Ook die krijg je tegen. Als je van mij getuigt, zegt de Heer Jezus, dan kunnen jullie voor de wereldlijke rechtbank komen te staan. Nou, dat is nogal wat de Heer Jezus hier zegt. Voor de rechter staan, een zware straf boven je hoofd hebben. Alleen maar omdat je anderen over de Heer Jezus vertelt. Nou, hoe zou jij dat vinden?
Zou je dat ervoor over hebben? Om anderen over Jezus te vertellen? Zou je het doen als je weet, nou, misschien word ik dan wel opgepakt en in de gevangenis gezet? Kijk, in ons land gebeurt dat nog niet. Maar in landen als China en India en moslimlanden, daar gebeurt dat wel. En als je de aantal inwoners van die landen bij elkaar optelt, dan kom je ruim boven de 3 miljard. Dat betekent dat bijna de helft van de mensen woont in een gebied waarin getuigen van de Heer Jezus betekent dat je misschien wel voor de rechtbank komt. En veroordeeld wordt. Dus ook vandaag de dag komt deze waarschuwing van de Heer Jezus nog steeds uit. Velen staan voor de rechtbank puur omdat ze van Jezus getuigd hebben. Nou, in ons land is dat gelukkig nog niet zo. En wij kunnen nog in alle vrijheid over de Heer Jezus spreken. Ik zou willen zeggen vanmorgen, maak daar dan ook gebruik van, nu het nog kan. Want de vraag is hoe lang het nog kan. En Nederland, dat weten we allemaal, is hard bezig haar christelijke wortels los te laten. En dat gaat vroeg of laat betekenen dat er steeds meer wetten zullen komen die het openlijk spreken, naspreken van wat de Bijbel zegt, moeilijk gaan maken. Misschien wel strafbaar gaan stellen. Denk aan het wetsvoorstel wat D66 twee weken geleden opnieuw heeft ingediend. En waarvan de onderzoeken laten zien dat het kan rekenen op meerderheid van steun in de Kamer. In die wet staat dat als een jongere homofiele gevoelens heeft of transgender gevoelens. En hij vraagt een volwassene om voor hem te bidden. Die gevoelens weggaan of om kracht om tegen die gevoelens te strijden om daar niet aan toe te geven. En begaat die volwassene volgens dat wetsvoorstel een misdrijf. Iets waar 22.500 euro boete op staat. Bij herhaling, dus de tweede keer een gevangenisstraf van een jaar. En er wordt ook gesproken over een beroepsverbod. Dus dat een ouderling of een dominee of een jeugdleider die dat gedaan heeft, die het gedurfd heeft om met zo'n jongere te bidden, dat hij dan zijn werk kwijtraakt als hij dat voor de tweede keer doet. Niet meer zijn beroep mag uitoefenen of functie in de kerk. Nou, hoe meer onze samenleving de christelijke wortels loslaat, des te vaker zal het tot problemen leiden als je naspreekt wat de Bijbel zegt. Nu kunnen we zeggen, ach, maar het is nog maar één wet. Maar laten we niet alleen focussen op wat officieel in de wet verboden is. Als je kijkt naar landen waar vervolging is en waar christenen vastzitten in de gevangenis, dan zie je dat ze vaak vastzitten op basis van valse aanklachten. Denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld van een predikant in Iran. Zijn werk werd door de Heere rijk gezegend. Vele volwassenen in het dorp waar hij werkte kwamen tot geloof. En ook veel kinderen. De kinderclub die door de vrouwen van de kerk georganiseerd werd, die trok vele kinderen uit de buurt. En veel van die kinderen, ze waren moslim, maar ze kwamen tot geloof. Nu zit die predikant in de gevangenis. Want de moslimsouders waren boos dat hun kinderen thuis kwamen met verhalen over Jezus. En dat die kinderen zeiden dat ze in de Heer Jezus geloofden. En dat ze bleven geloven, ook al probeerden hun ouders dat er letterlijk uit te slaan. Maar die ouders, die hebben die predikant aangeklaagd, wegens kindermisbruik. Twee van die ouders hadden met elkaar afgesproken, wij zeggen dat ze onze dochter mishandeld en misbruikt hebben. Dat was niets van waar. Maar ondertussen zit hij als een kindermisbruiker in de cel. Oneerlijk. Gemeen. Nou, dat is wat je kunt verwachten als je van mij getuigt, zegt de Heer Jezus. En mijn vijand, de Satan, speelt niet eerlijk. Maar die zal er alles aan doen om jou te stoppen in het vertellen over mij. Nou, wat doet het met jou als je dit hoort? Dat als je doet wat de Heer Jezus je opdraagt, als je getuigt van hem, dat je misschien wel voor de rechtbank komt te staan. Misschien wel gevangen gezet wordt. Oneerlijk behandeld wordt. Je wordt vanmorgen tot een keuze gedrongen. Als ze jou opkomen halen, wat doe jij dan? Hem belijden? Of hem verloochenen? Kijk, als ze voor je staan om je op te pakken,
en je vraagt of je een christen bent, dan kun je niet aankomen met een antwoord als, ja, daar ben ik nog niet zo mee bezig. Misschien komt dat later wel een keer als ik niet meer jong ben. En als ze voor je staan en je vraagt of je een christen bent, ja, dan kun je niet zeggen, ja, ik worstel nog wel mee of dat ook voor mij is. Ik bid maar of het mij ook gegeven wordt. Je voelt wel aan, als je dat zegt, dan zullen ze zeggen, man, draai er niet omheen. Wat is het nou? Geloof je nu in de Heer Jezus of niet? En wat zeg je dan? Zeg je dan dat je in hem gelooft? Ook als dat betekent dat je dan opgepakt wordt? Of verloochen je hem? Wat zeg je dan? Ja, zeg je, ik vind dat maar heel moeilijk. Echt, ik heb de Heer Jezus lief en ik zou niets liever willen dan hem trouw willen blijven, ook dan. Maar ik ben zo bang dat het me niet lukt. Als ik dan denk aan de pijn die ze je kunnen aandoen, als ik denk aan de psychische druk die ze op je uitoefenen, dat gevoel van alleenstaan, van raar zijn, van er niet bij horen. Als ik dan denk aan de uitzichtloosheid van een gevangenisstraf en de angst voor de dood. Echt, ik zou de Heer Jezus wel trouw willen blijven, maar ik ben bang dat ik dan toegeef. Dat ik dan niet durf. Maar weet je, daar heeft de Heer Jezus rekening mee gehouden. Lees maar verder. In vers 19 en 20. Maar als, wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw Vader die in u spreekt. De Heer Jezus zegt, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft je geen zorgen te maken. Want als het moeilijk wordt, sta je er niet alleen voor. Alles wat je op dat moment nodig hebt, dat zal je gegeven worden. En wat wordt je dan gegeven? Wat is dan alles wat je op dat moment nodig hebt? Nou, de Heer Jezus zegt, als je dan staat voor de rechtbank en je moet jezelf verantwoorden, dan zal de Heilige Geest je de woorden geven om te spreken. Nou, als je daar staat in die rechtbank, wat voor woorden geeft de Heilige Geest je dan? Geeft hij je dan mooie woorden in gedachten waarmee je jezelf verdedigen kunt? Geniale gedachten waarmee je jezelf kunt vrijpleiten, zodat de rechter je wel vrij moet spreken? Nee, kijk maar naar vers 18. Als de geest van God je woorden geeft om te spreken, dan geeft hij je woorden om te getuigen van de Heer Jezus. Zodat je een getuige mag zijn voor de rechter en voor allen die de rechtszaak horen. Dus je mag de rechtszaak gebruiken als een podium om over Jezus te spreken, om van hem te getuigen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Nou, ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar als ik voor de rechter zou moeten komen, zouden mijn eerste gedachten zijn hoe ik mezelf kan verdedigen, hoe ik die valse aanklachten kan ontkrachten. Maar Jezus leert ons iets anders. Hij zegt, ook dan, ook wanneer je vals beschuldigd wordt, laat dan het delen van het evangelie je focus zijn. Gebruik dan de rechtszaak die je waarschijnlijk toch gaat verliezen. Gebruik die dan om mensen te vertellen over mij. Om getuige te zijn van Jezus Christus. Denk hierover na, zegt de Heer Jezus, want dat kan gebeuren. Volgende vers, de ene broer zal het andere broer overleveren om gedood te worden. De vader het kind en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. De Heer Jezus zegt, het kan zelfs door gezinnen heen gaan. Dat je broer of je vader of een van je kinderen je aangeven. Wetend dat je gedood zult worden. Dus ze gaan liever jou aangeven en jouw leven op het spel zetten, dan het risico lopen om zelf opgepakt te worden. Zo werkt dat in vervolging vaak. Ze pakken niet alleen de christenen aan, maar ook hun familie. En die hebben dan een keuze. Of ze kiezen voor hun familielid en gaan mee de bak in. Of ze nemen afstand van hun familieleden en verraden hen. Maar de Heer Jezus zegt dat zal gebeuren. Je vader, je broer of een van de kinderen, misschien gaan ze je wel aangeven. U zult, vers 22, u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam.
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nou, dat speelt wat de Heer Jezus schetst in dit gedeelte. Als hij je herder is, als je hem volgt, nou, dan is dit wat je kunt verwachten. Dat iedereen je haat, omdat je Jezus volgt. De Heer Jezus geeft ons hier even een reality check. Het volgen van hem betekent dus niet dat je gezegend wordt. Maar dat je geluk en rijkdom en gezondheid hebben zult. Zo'n mooi leven dat mensen jaloers op je worden. Dat ze ook zo'n rijk gezegend leven willen als jij hebt. Nee, de Heer Jezus schetst een heel ander beeld. Mij volgen, dat kan een moeilijk leven betekenen. Een leven waarin je alleen staat. Waarin mensen je haten. Waarin je alles kwijtraakt. Alles kwijtraken. Vers 23 gaat de Heer Jezus daarop verder. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere. Dus als je mij volgt, kan het zomaar gebeuren dat je je huis en je spullen achter moet laten. Om te vluchten voor je leven. Ja, zo zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Jullie zullen nu zo vaak moeten vluchten, dat dat als het ware een rondgang is door Israël. Steeds opnieuw ben je weer niet veilig. Steeds opnieuw moet je weer alles achterlaten wat je opgebouwd hebt. Moet je opnieuw vluchten naar je volgende stad. Om dan ook in die volgende stad na een poosje niet meer veilig te zijn. En weer alles achter te moeten laten en weer te moeten vluchten. Dat is wat je verwachten kunt als je mij volgt, zegt de Heer Jezus. Gehaat worden door iedereen, alles kwijtraken, moeten vluchten voor je leven. Ja, zeg je, ik weet niet of ik dat zie zitten. Wat bedoel je daar precies mee? Ik weet niet of ik dat wel zie zitten. Wil je daarmee zeggen dat je niet weet of je dat wel over hebt voor de Heer Jezus? Wie denk je wel niet dat je bent? Vers 24. Een discipel staat niet boven zijn meester. En een dienaar staat niet boven zijn Heer. Je bent maar een discipel, je bent maar een volgeling. Je staat niet boven Jezus die je volgt. Je bent niet meer dan hij. Vers 25. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. En voor de dienaar zodat hij wordt als zijn heer. Als ze dan de heren van het huis Beelzebub genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Dus als volgeling van de Heer Jezus moet je er genoegen mee nemen om te worden zoals je meester. Het zou voor jou genoeg moeten zijn om te worden als Jezus die je volgt. Die je als je Heer belaadt. Als ze hem als duivels bestempeld hebben, dan moet je niet gek opkijken dat als jij hetzelfde zegt als hem, dat ze ook wat jij zeggen verwerpelijk vinden. Duivels. Als Jezus, de Zoon die zijn vader volkomen gehoorzaamde, die zijn vader lief had als geen andere, als hij moest lijden, dan moet je niet gek opkijken als er in jouw leven ook lijden komt. Als je hem volgt. Dat hoort erbij. Als je een huisgenoot van Jezus bent. Als je een gezinslid bent van zijn gezin. Dat is hoe de Heer Jezus je noemt als je hem volgt. Een huisgenoot, een gezinslid van hem. Als ze de heren van het huis Beelzebub genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Je bent een huisgenoot van Jezus. Iemand die behoort tot zijn gezin. Iemand die thuis is bij hem. Zo noemt de Heer Jezus je. Als je van hem getuigt. Het is omdat je bij hem hoort. Omdat hij je opgenomen heeft in zijn gezin. Dat is waarom ze je haten. Ze haten jou omdat ze mij haten. Ze haten jou omdat je bij mij hoort. Paulus, als hem lijden treft, noemt het in Filippenzen 1 vers 27 daarom een voorrecht. Om voor Christus te mogen lijden. In Colossenzen 1 vers 24 zegt hij dat hij zich verblijdt in zijn lijden. En ook Petrus in 1 Petrus 4 vers 13 zegt: verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Blij zijn naar de maat waarin je mag lijden voor Christus. Dat is wat Petrus tegen ons zegt. Snap je dat?
Snap je dat, dat Petrus en Paulus en de Heer Jezus dat zo zeggen? Je verblijden in je lijden. Het een eer achten als je mag lijden voor hem. Omdat je op die manier mag lijken op je zalig maken, de Heer Jezus Christus, die voor jou geleden heeft. Wat is het waardevol als je zo naar je leven leert kijken? Niet te leven met de gedachte, hoe word ik nou zo gelukkig mogelijk? En als je dat niet krijgt, dan boos worden. Anderen hebben dit en dat, gezondheid, geld, rijkdom. En ik krijg een van die dingen niet. Boos op God. Waarom geeft u mij dit niet? Vind ik oneerlijk. En je kijkt naar je leven, met alles wat er soms moeilijk is. En dan blij zijn in je lijden. Omdat je iets mag meemaken van het lijden dat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Lijden als een middel wat je helpt om dichter bij Jezus te komen. Als een middel wat je vormt om meer op Jezus te lijken. Deel hebben aan zijn lijden. En zoals Jacobus je aanspoort in Jacobus 1. Acht het enkel vreugde, broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen, wanneer u in allerlei lijden terechtkomt. Of zoals Handelingen 16 vers 22. En Paulus, hij is zojuist gestenigd daar. In Handelingen 16. Hij heeft het ten nauwe nood overleefd. En het eerstvolgende wat hij doet, is dan verder reizen naar Derbe. Om ook daar het evangelie te verkondigen. En ook daar de christenen te bemoedigen. En als Paulus daar voor ze staat, zijn lichaam nog beurs en open van wonden van de steniging. Wat zegt hij dan tegen die gemeente in Derbe? Nou, we lezen dan in Handelingen 16 vers 22. Zij, dat is Paulus en Barnabas. Zij versterkte de zielen van de discipelen en spoorde hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukking in het koninkrijk van God moeten ingaan. Dus Paulus zegt tegen die christenen, terwijl die voor ze staat, net gestenigd, had ook fout kunnen aflopen, en dan zegt hij tegen ze, blijf in het geloof. Ook als dat lijden met zich meebrengt. Want dat hoort erbij. De weg is soms moeilijk, maar door de verdrukking heen gaan wij het koninkrijk van God in. We moeten door veel verdrukking het koninkrijk van God ingaan. Maakt dit je bang? Maar de Heer Jezus, hij weet dat. En daarom gaat hij verder in vers 26 met te zeggen, wees dus niet bevreesd voor hen. En verderop in vers 28 zegt hij het nog een keer. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden. En de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten. In de hel. Wees niet bang voor mensen. Zij kunnen alleen je lichaam maar doden. Je ziel niet. Het ergste wat mensen je aan kunnen doen, is dat ze je dood kunnen maken. En als ze dat doen, als ze je dood maken. En dan gaat je ziel naar God. En ben je voor eeuwig gelukkig. Voor eeuwig verlost van alle pijn en verdriet. Het ergste wat ze je aan kunnen doen is maken dat je extra snel bij God bent. Dat je extra snel thuis komt bij de Here. Wees daar niet bang voor, zegt de Heer Jezus. Laat dat je niet motiveren om je leven wat aan te passen. Om de weg achter mij te verlaten. Of wat minder vurig mij na te volgen. Nee, zegt de Heer Jezus, kijk liever naar God. Hij kan niet alleen je lichaam doden, maar ook je ziel. God ongehoorzaam zijn, dat is iets om bang voor te zijn. Dat leidt tot de eeuwige dood. Eigenlijk stelt de Heer Jezus ons hiermee voor een vraag. Als jij nou bang bent voor vervolging, zou het misschien kunnen dat dat komt omdat jij niet groot genoeg denkt over God. Maar dat je groot denkt over je leven hier. Dat jouw geluk hier groot moet zijn. Dat je hier een fijn leven op aarde wil hebben. Dat alles draait in jouw leven om het leven hier. Zou het misschien kunnen dat jij bang bent voor vervolging omdat je niet groot genoeg denkt over God? Want hoe anders wordt het als je groot genoeg gaat denken over God?
Als je dan kijkt naar je zorgen, dan zijn je zorgen soms groot. Dan lig je daar soms van wakker. Maar God is groter. Als je dan kijkt naar de ellende en alles wat tegen zit en alles wat misloopt. En alles wat anders gaat dan je gepland en gehoopt had. Dan is God en zijn nabijheid groter. En als je dan kijkt naar het leven en ziet wat het volgen van Jezus je kost. En dat kan veel zijn. Maar dan kijk je naar God. Hij is groter. En het geluk wat hij geeft, dat overstijgt alles wat het kost. Dan roep je het uit met Paulus. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die mij wacht als ik bij hem ben. Want dat is wat je nodig hebt. Als het denken aan lijden je bang maakt. Of als de tegenslagen van het leven je te neerdrukken. Groot denken over God. Groot denken over zijn nabijheid. Groot denken over hoe heerlijk het zal zijn om bij hem te zijn. En dacht je trouwens dat als je groot denkt van God en het van hem verwacht, dat je weg door het leven dan onmogelijk zwaar zal zijn? Heer Jezus zegt in vers 29, worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen, buiten uw vader om. Als je hemelse vader nu zorg draagt voor de musjes, vogeltjes die in die tijd zo weinig waarde had, dat je voor het kleinste muntje er twee van kreeg. Maar toch valt niet één van die musjes op de aarde zonder dat God het toelaat. God ziet die vogeltjes die zo weinig waard zijn. En hij zorgt voor hen. En kan niets overkomen als hij het niet wil. Of vers 30, kijk eens naar je hoofd. Weet jij hoeveel haren er op je hoofd staan? Nou, ik niet. Ik heb het op moeten zoeken op Wikipedia. Daar staat dat je tussen de 85.000 en de 150.000 haren op je hoofd heb. Al die haren waarvan je geen eens wist dat je er zoveel had. Daarvan zegt de Heer Jezus, al die haren zijn door God geteld. God is zo op je leven betrokken. Hij leeft zo met je mee. Hij zorgt zo goed voor je. Dat hij zelfs weet hoeveel haren je hebt. Elk haartje op je hoofd is door hem geteld. Dat laat hij groeien. Daar zorgt hij voor. Wees zo, zegt de Heer Jezus in vers 31, wees daarom niet bevreesd. Want jij gaat veel musjes te boven. Als God zo zijn oog op je heeft, als hij je zo met zijn zorg omringt, met zoveel oog voor detail, waarom zou je dan bang zijn? Hij zorgt voor je. Wat er ook komen gaat, hoe moeilijk het ook worden zal, niets kan mij overkomen zonder zijn wil. Nou gaat de weg dan diep, al zijn de zorgen dan groot. En al ben je bang, doodsbang. Hij leidt door de storm heen, mij naar huis, naar hem. Ga je begrijpen wat de dichter zingt? Als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droefenis mij nochtans tot een zegen. En wat er dreigt of wie er woedt, mijn herder blijft mij leiden. Geen donker dal van tegenspoed kan van zijn staf mij scheiden. Hij blijft mij overal nabij. Naar stille wateren voert hij mij. Mijn lieflijke weide. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarnevens. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg. Is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed. Mijn troost in smart. Het enige rustpunt van mijn hart. Mijn eeuwig licht en leven. En dan zeg je, als ik dan thuis kom bij mijn vader in de hemel, of als Jezus terugkomt en ik mag met hem zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zegt de Heer Jezus, dan zal alles openbaar worden. Vers 26 zegt hij dat. Wees niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Dus alles wat ze je aandoen, al het onrecht wat je misschien moet lijden, eens zal het bekend worden bij iedereen. Als God recht gaat spreken, dan komt alles op tafel te liggen. Alles wat jou is aangedaan. Alle onrecht wat jou getroffen heeft. Komt alles op tafel. En God zal er recht over spreken. Maar ook over hoe jij was. Ook over of jij van hem getuigd hebt. Dat je hem verloochend hebt.
Maar denk eens in, straks sta je voor de rechterstoel van God. En hij stelt je de vraag, heb jij mij beleden? Dat is dan jouw antwoord. Heb je mij beleden? Ook als het je wat kostte, ook als dat moeilijk was. Ook als dat tot vervolging of verdrukking leidde. Iedereen zegt, als ik dat gedaan heb, vers 32, dan zal ik jou beleiden voor mijn vader. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemel is. Als jij je niet schaamt voor mij, als jij goed spreekt over mij, dan zal ik goed spreken over jou, bij mijn vader in de hemel. Maar vers 33, als jij de kosten te groot vindt, als jij je mond houdt over mij, bang omdat de mensen je raar vinden, bang om uitgelachen te worden, bang omdat je leven dan misschien wat minder comfortabel wordt. Leven met mij mag je niet te veel kosten. Nou, dan zegt de Heer Jezus in vers 33, dan zal ik jou verloochenen. Wie mij verloochent voor de mensen, die zal ik verloochenen voor mijn vader, die in de hemel is. Er is, zo wil de Heer Jezus zeggen, er is geen low-cost Christianity. Het is niet mogelijk om mij te volgen zonder dat het je wat kost. Het is alles of niets. Of ik ben je alles. En je denkt groot over mij. En het leven met mij is jouw hoogste geluk. En voor altijd bij mij te zijn is je hoogste verlangen. Je hebt mij zo lief dat je alles voor mij over hebt. Dat je niets van je leven aan mij onthouden wil. Maar alles geven wil. Als ik dat van je vraag. Mijn boodschap die is zo waardevol voor je. Dat mag je alles kosten. Ik ben je alles. Daarom mag ik je alles kosten. Of niet. Nou, wat is het voor jou? Alles? Of niets? Alles? Of niets? Je moet de vraag wat anders stellen. Wat kan de wereld jou bieden? Wat meer waard is dan Jezus? Is er een geluk wat voor jou nou meer waard is dan het geluk dat Hij geeft? Is er nou iets wat je meer vreugde geeft dan de eeuwige vreugde die er is bij Hem? Jezus is toch alles? De vrede die je door Hem hebt met God. Zijn liefde. Zijn vergeving. Straks voor eeuwig met Hem te zijn. Dat is toch beter dan alles hier beneden? Als Hij je alles is. Stel hem dan ook boven alles. Laat dan niets of niemand je afhouden van een leven met hem. En het beleiden van hem voor de mensen. 27. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. Wat hij de Heer Jezus in het verborgen gezegd heeft. Voor zijn lijden en sterven sprak de Heer Jezus in bedekte termen. Over wie hij was. Verborgen. De Heer Jezus zegt, zeg dat openlijk. Zeg het in het licht. Verkondig vrij uit wie Jezus Christus is. En wat u hoort in het oor, preek dat op de daken. Alles wat je over de Heer Jezus hoort. Van wie Hij is. Waarom we Hem nodig hebben. De rijkdom die er is als je Hem hebt. Verkondig dat van de daken. Want als Hij alles is, moet iedereen dat horen. Horen ze het ook? Van jou? Of verloochen jij hem? Amen. We zingen als antwoord op de preek uit Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Een vers wat gaat aan de ene kant over onze intentie. Wij willen de Heere volgen. Maar aan de andere kant ook het besef van afhankelijkheid. Ik kan dat alleen als Hij mij met zijn heiligt volgaat. We zingen ook vers 8. De weg die leidt naar een doel. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Eens zal ik ontwaakt. Uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Bezadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 3 en 8. Thank you.
Verheffen wij onze harten omhoog tot de Heer onze God en ontvangen we in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.